Ik ben Bram, ik ben directeur sinds januari 2022 hier in het Atheneum van Tervuren. Al in het eerste leerjaar was er de leerkracht die mij zei van ja, jij gaat ooit in het onderwijs terechtkomen. Dus ook na mijn studies in het secundair was mijn studiekeuze, lag dat eigenlijk wel vast, de leraaropleiding. Het enige wat mij een stukje tegenhield was de vlakke loopbaan, maar uiteindelijk, als ik er nu op terugkijk, niets is minder waar. Mijn carrière in het CAT startte hier al tijdens mijn studies. Ik liep hier ook stage. Ook tijdens die stage kreeg ik eigenlijk kansen om hier mee te gaan op GWP. Ik ben toen een jaar in Everen gaan werken en nadien ben ik hier uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en kon ik starten als leerkracht Nederlands, Geschiedenis en Economie. Ik hou wel van uitdagingen, dus ja, vrij snel als ik hier begon les te geven, mocht ik ook meedraaien in de organisatie van de themadagen, de GWP, andere activiteiten met leerlingen. Zo kon ik doorstromen naar het beleidsteam. Daar deed ik ook een stukje communicatie al. En uiteindelijk werd ik dan graadscoördinator van de eerste graad. In 2011 werd mij gevraagd om adjunct-directeur hier op school te worden. Dat heb ik 8 jaar ten volle gedaan, met hart en ziel. Na een uitstapje van 2 jaar bij klasse ben ik dan in januari 2022 hier gestart als directeur. Verschil maken voor leerlingen is altijd mijn drijfveer geweest, zowel als leerkracht, nadien als adjunct en ook vandaag in mijn job als directeur. Leerkracht inspireren, leerkracht in beweging krijgen, leerlingen in beweging krijgen. Daarvoor doen we het, dag in dag uit. Dat is wat mij drijft.